Eerder deze maand werd ze uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar 2023. Iris Kokoski de Forchaux. Ze is directeur van basisschool De Bloemberg, waar les wordt gegeven aan kinderen van nieuwe Nederlanders. Vandaag nemen we een kijkje op haar werkplaats en leren we Iris wat beter kennen. Ze is directeur van De Bloemberg, maar veel mensen kenden haar ook al van voor die tijd. Na de uitreiking van de prijs kwam ik dus inderdaad veel mensen tegen onderweg naar de daadwerkelijke receptie met de bitterballen. En die vroegen waar ze mij van kenden of wisten waar ze me van kenden. En het gros was toch bekend van de HEMA, omdat ik 22 jaar bij de HEMA heb gewerkt. Eerst achter de worsten, de nootjes en de kaas. En vervolgens achter de klantenservice en de fotoservice. Tijdens haar studie kwam ze al in aanraking met deze doelgroep en die is niet meer weggegaan. De passie voor het onderwijs, voor het NT2-onderwijs, voor het onderwijs aan nieuwkomers, zit in de doelgroep, denk ik. Het contact met de kinderen, de hulpvraag van de kinderen, de ondersteuningsbehoeften van de kinderen, maar ook van de ouders. Het contact met de ouders is ook heel warm meestal en dankbaar. Het is een dankbare baan. Als kinderen hier binnenkomen met een trauma, ze zijn heel stil, ze voelen zich niet veilig, dan merken wij dat vaak binnen een week, dat ze zich veilig voelen. En op het moment dat ze zich veilig voelen, kunnen ze in de leerstand. In het juryrapport wordt genoemd dat ze met een niet aflatende energie staat voor haar doelgroep. Bij de noodopvang van de Winkelsteeg was er wel opvang geboden, maar geen leerplicht. Dit vanwege het lerarentekort. Maar in mijn gedachten speelde wel, alle kinderen hebben recht op onderwijs. En we hebben gedaan wat konden. Dat was ook de opdracht van het bestuur. Iris, kijk wat wel kan. En van daaruit gaan we werken aan de mogelijkheden. En dat is gelukt. Ze heeft veel reacties gekregen op haar toekenning en hoopt dat ze het onderwijs kan helpen met deze publiciteit. Ik hoop ook dat mensen dit zien, het lezen, hoe leuk het onderwijs eigenlijk is. En dat wij op die manier mensen kunnen aantrekken. En het is een mooi vak.